Breda Nu. Je weet het meteen. Breda is vandaag gehuld in Braziliaanse sferen. Uit elke straat komen de samba-klanken hier tegemoet. We gaan eens voor je kijken wat er hier aan de hand is. Kerkplein in is Braziliaanse sferen. Wat zien we hier allemaal gebeuren? Ja, jullie zijn inderdaad welkom bij de 8e editie van Samba Breda. Een ontzettend mooi feestje onder onze grote toren. Dat organiseren wij ieder jaar. We hebben vandaag de zon besteld. Maar vooral ook 12 schitterende bands uit binnen- en buitenland. Die Kerkplein, de grote markt, havenmarkt, haven, noem maar op, de hele binnenstad op zijn kop zetten. Maar we zien vandaag niet alleen percussiebands, we zien ook veel meer dan dat. Jazeker, we hebben ook dames met veren rondlopen. We zien een capoeira groep dansen. We zorgen voor de inwendige mens. Ja, het is een prachtig feestje. Wat een gezelligheid voor de deur allemaal. Wat een sfeer, joh. Ik ben er zo blij mee. Er zijn mensen die kunnen daar niet tegen, maar ik sta te genieten. De tranen bijna in mijn ogen. Daarnet, die Schotse band uit Limburg, genieten. Zo geweldig. Taprijk is een van de ondernemers die dit ook mede ondersteunt. Hoe belangrijk is dit? Het is heel belangrijk. Als er maar iets in de stad gebeurt en die moeten geholpen worden ook. Ze krijgen niet veel van mij, hoor, maar ik help wel. Ik zie backpipes op een samba-festival. Kan dat? Ja, dat zie je. Dat kan, 100%. En past dat er ook een beetje bij? Ja, het is een combi die je niet snel zult verwachten. Maar als je het straks zal zien, dan zul je merken dat het een magnifieke mooie combi is. Echte swingende Schotse klanken. Ja, Brazil meets Scotland. Kijk eens aan. Het is ook al bijna internationaal. Jullie komen uit Limburg, als ik het goed hoor. Ja, ver weg. Ja, Limburg. De hele andere kant van Nederland natuurlijk, ja. Wat vinden jullie van het festival? Is de insteek? Mensen maken kennis met de percussiebands. Hoe belangrijk is dat? Nou, we hebben aardig wat samba festivals gedaan. En ik moet zeggen dat als ik dit zo zie, dan is dat super georganiseerd. Zeker ook met Bonfangs. Er loopt een consulentje met je mee. Die zegt daar moet je naartoe. Gewoon tot in de puntjes georganiseerd. In alle opzichten. Het zonnetje uit het zuiden meegenomen? Ja, gelukkig wel. Want dat hebben we wel nodig. Hè? Een beetje zon is altijd wel meegenomen.